Door het Vredesverdrag van Versailles werd Duitsland zwaar gestraft voor haar deelname aan de Eerste Wereldoorlog. En we gaan nu eens kijken hoe het met Duitsland verder gaat na die Eerste Wereldoorlog. En ja, die, die Duitse regering, hè, die dus uh, ook die wapenstilstand had getekend aan het einde van die Eerste Wereldoorlog, dat zien we hier linksboven nog, die wil Duitsland opnieuw gaan opbouwen. En die wil van Duitsland een echte parlementaire democratie maken. En een democratie, dat houdt dus in dat uh, de wil van de bevolking wordt uitgevoerd... En hoe doen ze dat dan? Nou ja, dat doen ze door uh, die bevolking iedere keer uh, te laten stemmen. Er zijn dus verkiezingen voor een nieuwe regering. En uh, die regering die wordt dan ook gecontroleerd door uh, de volksvertegenwoordiging, het parlement. Die kijkt of die regering zich wel aan de grondwet en aan de wil van de bevolking houdt. Dat is eigenlijk wat een parlementaire democratie is. De wil van het volk wordt uitgevoerd en het parlement controleert ook of dat gebeurt. Ja, een belangrijke voorwaarde voor een parlementaire democratie is wel dat uh, de bevolking dan ook echt in dat idee van een democratie gelooft. Maar wat we zien in Duitsland na afloop van die Eerste Wereldoorlog is dat er heel veel onrust is. Zo is er bijvoorbeeld een hele grote groep communisten die eigenlijk helemaal geen uh, parlementaire democratie willen. Die willen, net als in, in Rusland, willen zijn communistische staat zonder parlement en zonder politieke partijen. Ja, en dat zijn gasten die dus uh, ook naar de wapens gaan grijpen. Hè. Ze proberen de macht te grijpen in Berlijn. Dan krijg je dus dit soort tafereelen, die je hier op die foto's ziet. Ja, en dat zorgt er dus voor dat die nieuwe Duitse regering je ja, eigenlijk geen kans krijgt om ook rustig het land weer op te bouwen. Het is veel te onrustig in Berlijn. En daarom uh, besluiten ze ook om naar het stadje Weimar te verhuizen. En dat is een uh, rustig provinciestadje in Turingen. Hartstikke mooie stad verder ook. Maar vooral veel kleiner, veel rustiger dan Berlijn. En uh, ja, die Duitse regering die zal vanuit dat stadje Weimar dus Duitsland gaan uh, regeren. En Duitsland wordt vanaf dat moment ook wel de Republiek van Weimar genoemd. Ja, en behalve van die communistische onrust, heeft uh, de regering ook heel veel last van de zogenaamde dolkstootlegende. En dit is iets wat alleen, en je ziet dat rechtsboven misschien ook wel weer staan, alleen uh, gemengd theoretisch hoeft te kennen. Dus basiskader. Uh, je mag blijven luisteren, je mag blijven kijken, maar je kunt nu ook op stop zetten. Wat is dan die dolkstootlegende? Nou, ja, dat is een, een, een legende, een verzonnen verhaal dus. En in dit geval is het verzonnen door de Duitse legerleiding. En hier zien we von Hindenburg, dat was een van de uh, hoge generaal. In het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja en die uh, brengt eigenlijk het verhaal de wereld in dat uh, Duitsland de oorlog nog makkelijk had kunnen winnen. De Duitse leger was nog helemaal niet verslagen. Als die regering de wapenstilstand niet had getekend, dan hadden wij de Eerste Wereldoorlog gewonnen. En die regering die heeft ons dus gewoon verraden, die heeft Duitsland gewoon verraden. Die heeft ons met een dolk in de rug gestoken. En ja, dat dat Klopt niet, want dat Duitse leger had echt bij lange na die oorlog niet meer kunnen winnen. Maar eh, ja, veel Duitsers die, die geloofden dit toch wel en eh, daardoor eh, vertrouwden ze dus die nieuwe Duitse regering ook niet echt. En die Duitse regering heeft nog heel lang last gehad van die zogenaamde dolkstootlegende. Hè. Hitler zullen we later ook zien, die gaat er bijvoorbeeld ook gebruik van maken.